Wanneer je een Google Meet hebt gestart met een aantal leerlingen of met een aantal collega's bijvoorbeeld, ga je merken dat na verloop van tijd niet iedereen meer in beeld zal verschijnen. Enkel wanneer iemand aan het praten is, zal die opeens groot in beeld komen. Dit is niet altijd handig, want soms ga je wel een moment hebben dat je al je leerlingen tezamen wilt kunnen zien. Wat je dan kan doen, is een plugin installeren op Google Chrome. Dus het is wel belangrijk dat je met de browser Google Chrome gaat werken en niet Mozilla Firefox of Internet Explorer of iets anders. Je kan dan naar Google gaan en gaan zoeken naar de Google Grid plugin. Wanneer je dan op Enter drukt, gaat normaal gezien de eerste link ook de correcte zijn. Wanneer dit niet zo zou zijn, dan kan je in de beschrijving van het filmpje ook gewoon de juiste link vinden. Wanneer je daarop klikt, ga je zien dat we op een plugin komen met de titel Google Meet Grid View. En dit is het logo daarvan. En dan kan je hier rechts klikken op toevoegen aan Chrome. En dan ga je klikken op extensie toevoegen. Normaal, als het gelukt is, ga je zien dat er een melding komt van Google Meet Grid View is toegevoegd aan Chrome. En ga je dat logootje hier ook gewoon bovenaan kunnen zien. Wanneer we dan met onze Google Meet gaan starten, gaan we eerst naar Google Meet. En dan ga ik nu even een soort van vergadering gewoon gaan starten. Hallo iedereen. En dan ga je zeggen nu deelnemen. Normaal gezien ga jij dan kunnen klikken op de link die je bijvoorbeeld hebt gegenereerd. En dan ga je zien dat er hier bovenaan een knop is bijgekomen. En dat is dan een raster met een streepje daardoor. Wanneer je daarop klikt, gaat die streep verdwijnen en dan ga je normaal gezien iedereen die deelneemt aan deze videocall kunnen zien. Ook kan je nog een aantal andere zaken aanduiden, zoals highlight sprekers. Wanneer je met 20 leerlingen tegelijk aan het praten bent, zal het moeilijk zijn om meteen je focus te kunnen leggen op de leerling die aan het spreken is. Wanneer je dit opzet, gaat dat er eigenlijk voor zorgen dat de kader die rond de leerling staat een beetje gaat oplichten. Je kan ook jezelf bijvoorbeeld tonen in het raster. En bijvoorbeeld alleen deelnemers tonen die met video bellen. Sommige leerlingen gaan bijvoorbeeld geen webcam hebben. Ik heb nu ook even de mijne afgezet en je ziet gewoon een groene B. Wanneer je dat aanzet, dan ga je die leerlingen niet zien, maar natuurlijk wel nog steeds horen. Veel succes iedereen. En nogmaals, de link naar de Google Meet Grid View plugin, die ga je ook kunnen vinden in de beschrijving.